Welkom op het NK Shigubi. Ik zit hier met de twee volgende deelnemers. Ik zou zeggen, stel je eigenlijk even kort voor. Ik ben Eline. Heikoop en zus van Pieter. En we doen inderdaad mee met NK. Nou, ik ben Pieter Heikoop. Mijn zus. En ja, gaan we kijken hoe het vandaag gaat. Al lang samen aan het trainen voor Shigubi? Ja, Shigubi wel ontbijt. Ik heb haar erin meegesleept. Ja. En ja, we trainen hier al een tijd voor, maar niet voor, voor het NK. Nu 2 jaar. Ja, en ik 3 jaar. Ja. Oké, okay. Is er al veel verschil tussen de beginperiode met trainen en waar je nu staat? Ja, zeker. Ja, ja, we worden getraind door RTT in Den Haag. Die weet echt alle ins en outs van die weet wel hoe je... Ja, we worden echt wel weten. Ja. Elke week krijgen we een andere training. Mm-hmm. Ja, elke keer weer andere details. Veel op snelheid. En, ja, deze is niet drilling the target natuurlijk. Het gaat echt wel om snelheid en close combat. Ja. Efficiency is natuurlijk wel heel belangrijk. Hebben jullie al vandaag een bepaald onderdeel al gedaan? Ja, 5x5 en Search and Destroy. Ja, 2 onderdelen. Goed gegaan? Naar verwachting of? Ja, wel goed gegaan. Sommige dingen niet naar verwachting. Nee. Maar, ja. Het is voor ons de eerste keer dat we meedoen natuurlijk sowieso. En de eerste keer ook dat we dit veld zien en trainen. Dus voor ons is dit een beetje onbekend terrein. Dus tot nu toe zijn we best tevreden. Ja. Okay. Ja. Wat hoop je vandaag natuurlijk? Ja, iedereen wil een topplaats hebben. Maar wat een beetje het idee? Je hebt natuurlijk al andere teams kunnen bezichtigen hoe ze het gedaan hebben. We hebben inderdaad al wat tijden gezien. Dus, ja. Hij zit echt wel sneller tussen. Sowieso over het langzaam te zorgen, maar... Winststelling is wel weer... Ja. Wint ja, nooit, hè? Alles bij elkaar. Dus misschien dat alles bij elkaar dat we wel goede tijden neer kunnen zetten. Ja. En misschien een derde prijs neer kunnen pakken. Ik hoop dat we derde. We weten wel dat er een paar zijn die hier echt wekelijks trainen, dus... Er zitten een paar hele enthousiaste dingen. Precies. Daar kunnen we best wel goed. Nee, ieder zijn ding toch? Ja. Heb je echt nog berichten voor thuis? Thuis. Voor RTT. Nou, zeker. Alle fans bij Running the Target. We zien jullie zaterdag en dinsdag weer. Dus, en een kusje voor Sander. Kusje voor Sander. Welkom terug op het NK Shigubi hier in Geldermalsen. Ik heb opnieuw 2 mensen van Team Vanguard, 2 stuks. Stel jij even kort voor. Ja, ik ben Amal Spakman, ik ben 24 jaar, kom uit Almere. Ik ben Tim Pijnburg, 22 jaar, kom uit Den Bosch. Nou, welkom nogmaals. Ik heb stiekem net even mogen spieken hoe jullie het gedaan hebben. Ja, ik was erg onder de indruk, vond het er netjes uitzien. Snel, wat was jullie eigen idee gevoel? De warming-up ging volgens mij ook best wel lekker, ging steeds sneller. Kwartiertje van tevoren? Ja, eigenlijk voor ons doen, ik ben persoonlijk wel tevreden. Het is toch natuurlijk wel een spanning wat meespeelt. Maar we hebben betere tijden gehad. Dus voor nu is het prima. Maar ik had het graag beter gezien. Ja, de warming-up deden we gewoon lopend. Hè. We hadden afgesproken, we gaan niet overbelasten of dat er dingen gaan gebeuren die we niet willen. Geen onnodig risico? Nee, dus die hebben we gewoon 2 rondjes lopend gedaan. Gewoon prima tijd, nog steeds sneller als de rest die is geweest. Daarna zeiden we tegen elkaar, nou we doen iets met pit. Er kwam een tijd van 1.19 uit. En vooral kijk ik niet heel tevreden over. Er kwam veel meer beter, er zat veel meer verbeterpunt in. Maar toen moesten we die run gaan doen.
Er kwam 1.17 uit. Ja, wat je zegt, voor een wedstrijd is het gewoon een goede tijd. Maar ja, we zijn sneller geweest en ik zie nog steeds veel verbeterpunten. Dus het had zeker beter gezien. Maar verwachting? Je gaat er wel vanuit dat je hier goed gaat eindigen? Ik ga ervan uit dat we er goed voor staan. En kijkend naar de andere teams denk ik dat we tot een van de snelste teams behoren. Dus ja, we gaan er wel voor zeker. Oh, spannend. Heb je denk je nog wel dus aan de andere teams waar je net zegt? Zijn er bepaalde concurrenten waar je denkt van nou oké, die zijn wel zeer geducht? Ja, we kijken vooral naar onze andere eigen team. Hè, Mark en Luc die ook meespelen. Daar kijken we vooral naar. We willen uiteindelijk natuurlijk het liefst met z'n vieren naar Taiwan. Dat is ons doel. Daarnaast hebben we ook nog David en Dionne, wat eigenlijk denk ik een naaste concurrent is. Een directe concurrent. Naar die twee teams kijk het meeste. Nou, doe je eens een beetje bij elkaar afkijken als je elkaar ziet trainen? Tuurlijk. Ik denk ook dat iedereen dat wel doet. Mm-hmm. Als wij hier bezig zijn, dan zien we hun wel spieken. En wij doen eigenlijk precies zo. Ja, wielers luid gevonden toch? Hè? Precies. Ja. Nou ja, je hebt allebei een eigen routine. Zeker op de arena valt er natuurlijk wat improvement valt er te halen. Ja, ik denk dat de routine is belangrijk geworden. En als er verbeterpunten in zitten die het andere team beter doet, dan kan je uitproberen wat sneller is. Jullie zijn al helemaal klaar voor vandaag? Nee, we hebben alleen de arena nog gehad. En dan haal ik nog een 5x5 matrix. 25 targets, zo snel mogelijk uitschieten. En dan achterin nog naar de Search and Destroy, dus we hebben eigenlijk pas 1 onderdeel gehad. Oké, en het andere team, kun je niet? Je hebt al 2 onderdelen gehad. Oké. Die mogen daar geen nog in de CPB? Ja, die hoeven alleen de arena nog maar. Ja. Spannend. Nou, wij gaan sluiten. Ik zou zeggen, dit was hem weer voor vandaag. En snel naar de volgende. Ja, we zijn zover. Haha. Het verkraaltje tellen, jongen, dat is toch wel verschrikkelijk lastig. Hadden we maar gewoon Excel gehad of zo, hè? Goed, hoor. Komt de top 3 aan, jongens. Generoze prijzen. De nummer 3 is geworden team nummer 8. Het podium. Verder naar de tweede plaats. Team nummer 13. Tweede prijs. Ja, de boardingpas is al klaar. Nummer 1 en nummer 2, ja, die krijgen natuurlijk een heel verzorgde reis. Kleine opmerking, dit is niet de werkelijke boardingpas. Dus ga daar straks niet meer naar Schiphol, want dat kan alleen maar verwarring opleveren. Ja? Oké, nou. Blijft er maar 1 team over natuurlijk. Tromgeroffel, dat doen. Team nummer 2! Team nummer 2, kijk, die gouden medaille. De winnaars van het eerste
Exclusive Competition FK. Dit is Nederland. Uiteraard, voor jullie, hou de ticket. Kunst hebben jullie al zien staan, hè? Gesponsord door GNG, dat is natuurlijk de hoofdsponsor van dit toernooi. Ik heb voor de winnaars nog een ander klein prijsje bij. Nog een envelop. Winnaars gesponsord door Dutch Stockhaus. De winnaars krijgen allebei nog een envelop. Stop. Dames en heren! De nummers 1, 2 en 3 van het Nederlands kampioenschap, Extreme Super Competition. Oh, oké, dat gaat niet worden.